Yo Nintendo fans! Dit moet toch wel de allerlaatste aflevering zijn van Mario plus Rabbids Sparks of Hope? In de vorige video gebeurde dit. Lekker hoor! Rosalina... Ja, zie je, ik dacht het al. Ik dacht het al dat het nog niet klaar was. Nee! Het is nog helemaal niet klaar! Dus Rosalina komt ons helpen in het gevecht tegen Gesela. We hebben Gesela opnieuw dwars gezeten. Ik voel haar haat voor ons. Hij voelt woester en intenser dan ooit. Ja, ze ziet er ook wel boos uit, joh, die Gesela nu. Genie denkt dat ze zelfs een beetje bang is. Niet alleen voor haarzelf, maar voor ons allemaal. Beepo die zegt, wij zijn ook bang, Genie. En dat is echt heel normaal. Probeer je te richten op de taak die we moeten uitvoeren. Holy moly, Rosalina. Nou joh, Genie zegt ja natuurlijk, daar, die sterren, richt je daarop. Ik geloof dat Rosalina die sterren heeft gemaakt om de kracht van haar staf te vergroten door middel van de collectieve energie van onze wapens. Als we de staf vaak genoeg raken, kan die ons helpen om door de defensie van Gesela heen te breken, zodat we Gesela direct kunnen aanvallen. Oké, dus we moeten op die drie sterren gaan schieten, de staf van Rosalina opladen. En dan kunnen we uiteindelijk Gesela nog een keer gaan raken om haar te verslaan. Of hem te verslaan. Ik weet niet eens. Volgens mij is het een hem. Oké, wat staan hier voor vijanden? Ja, er zijn allemaal nieuwe vijanden gekomen hier. Hele vervelende vijandjes wel. Ik denk dat we gewoon even naar één kant moeten gaan. We moeten één kant kiezen met z'n allen en die kant op gaan. Dus we gaan deze kant op, Peach. Tackeltje. Keihard schieten. En met Mario gaan we ook deze kant op. En dan wil ik eigenlijk op zijn hoofd springen. Kan dat? Ja, zo? En dan kan ik nog even door. Heel nice. Oké, cool. Dan wil ik de spetteraanval gaan doen. Nou, eigenlijk wil ik dan ook al gelijk een beetje gaan opladen. Maar ja, het is ook wel handig om die vijanden uit te schakelen. Let's go. We gaan gewoon een spetteraanval op hem doen. Hoppakee. Die bounce weg. En die is nog niet kapot. Dat is jammer. Maar ik ga die vijand gewoon verslaan. En dan gaan we er doorheen schieten. Want met Rosalina, met Rabbit Rosalina, kan ik best wel goed dat ding opladen. Kijk. Oh, ik heb alleen nu die vijand niet geraakt. Misschien is het dan toch een goed idee om ons te gaan beschermen met Rabbit met Peach. Niet met Rabbit Peach, met normale Peach. Ik ga deze twee vijanden ook gelijk maar even stilzetten voor de zekerheid. Zo, ik wil niet geraakt worden namelijk. Let's go. In de vorige video hadden we een heel slecht begin. Nu moeten we even een beter begin hebben. Eén vijand die kan nu wat doen. Ik had onszelf dus misschien gewoon niet hoeven te beschermen. Oh, daarachter staat er nog één. Die raakt ook niks. En Gesela, die raakt ook niks. Oké, nou, dan was het een prima beurt. Deze grapjes hebben wel te maken met behoorlijk sterke vijanden, zo te zien. Oké, Rabbit Mario. Wie kan jij allemaal naar je toe roepen? Niet zoveel vijanden, dat is best wel jammer. Misschien wel als ik daar in het midden ga staan. Let's go, let's go. Ik ga voor de teamsprong. We gaan hier naartoe met Rabbit Mario. Want dan kan ik hier namelijk wel allemaal vijanden naar me toe roepen. En dan niet dezelfde fout maken als in de vorige video. Oké, ze staan allemaal bij me. Kan ik eerst even gaan tackelen. Dat kan ik twee keer doen ook, dus dat is altijd nice. En dan kan ik gaan schieten. En na het schieten kan ik nog lopen met Rabbit Mario. Dat is echt zo fijn. Let's go, schiet ze allemaal kapot. Bap, 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 lekker. Oké, dan kan ik gewoon nog weglopen nu. Nou ja, een klein stukje dan. Niet heel ver. Misschien had ik deze turbolading eerst even moeten doen met Luigi. Nou ja, kan alsnog. Rabbit Luigi moet in ieder geval dichterbij gaan komen. Het zou best wel eens kunnen dat Rabbit Mario nu een probleem heeft. Dus ik ga ervoor zorgen dat ze mij minder hard raken. Oké, okay, let's go. Let's go. Dat deed een beetje pijn. Ga ik hopen dat ik er nu één sloop. Maar dat gebeurt niet. Ja, en dan kan ik niks meer. Dan wens ik Rabbit Mario nu alle geluk van de wereld toe. Hoeveel pijn doet dit? Nou, het doet niet zo heel veel pijn. Ja, deze slag wel. Maar Rabbit Mario heeft natuurlijk best wel veel HP. En nog een klappie. Oh, oh. Die sloopt zijn eigen mattie. Oké, okay, cool. Er komen wel vijanden bij nu. En Gesela gaat ook vervelend doen. Maar die raakt mij niet zo te zien. Wat is dit nou? Een windvlaag? Oké, okay, daar moeten we blijkbaar ook nog voor oppassen. Jemig! Ik heb zo'n gevoel dat dit een heel lang gevecht gaat worden. Wat zijn hier allemaal voor vijanden? Die staan ook weer lekker uit elkaar allemaal. Oké, okay, ik wil met Edge hier naartoe. Naar deze kant toe. Zo. Ah, dan kan ik weer net niet tackelen. Maar ik kan wel twee vijanden hard raken. En die zet ik ook allebei even in de fik. Hopelijk gaan ze heel vervelend en naar doen. Oh, ze komen heel dichtbij trouwens. Oké. Okay. In dat geval ga ik ze proberen te laten exploderen. Wat een sick idee. Ik ga met de windvlaag iedereen wegblazen. Lekker Bowser. Kijk, dit is top. Maar waarom raak ik Edge daar dan ook mee? Dat vind ik altijd zo stom. Waarom raak ik mijn matties ook met die aanvallen? Dat is niet leuk. Oké, okay, whatever. Ik roep mijn Max wel weer op. Ja, daar gaan ze. Edge die staat echt op zo'n foute plek nu. Zal ik deze vijand nog kapot maken of net niet? Kritieke treffers. Ja, nice. Oh, oké. Okay. Tegenstanders de beurt. Daar is de medi-magier. Die gaat voor Bowser. En die laat mijn Max gewoon ontploffen. Waar haalt hij het lef vandaan? En Gesela, ja. Oeh, die raakt Rabbit Peach heel hard. Oké. Okay.
stomme windvlaag ook de hele tijd. Ik moet beschermd staan, anders heb ik ook steeds een probleem daarmee. Oké, deze tackle ik in ieder geval even kapot. Een beetje vervelend. Deze kunnen allebei heel goed tegen brand. En ik heb precies de brandmeteorieten. Ik heb ook wel elektrometeorieten met Mario. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Ik denk dat ik maar gewoon heel hard ga proberen te schieten met Peach en ze lekker elektrocuteren of zo. Ja, maar dit is dus wel heel irritant. Deze vijand is veel te sterk. Ik bedoel, we kunnen wel tackelen. En dan ook een meteorietenregen even veroorzaken. Maar die ene vijand hier, die is echt heel erg sterk. Die moet echt eventjes kapot eigenlijk. Dus dat is wat ik ga proberen. Om die vijand te slopen. Dat is even nu de focus tijdens deze beurt. En zo niet, dan bevries ik hem. Hopelijk. Oké, top. Ja, nee, dit gaat lukken. Die is weg. Hopelijk overleeft Peach het. Want Peach gaat hier een hele harde klap krijgen van Gezela sowieso. En misschien nog wel meer. Ik ben een beetje bang voor Peach, jongens. Die staat niet op een hele chille plek. 960 damage. Er komen straks nieuwe vijanden aan. En wat gaat Gezela doen? Die gaat Peach kapot maken. Oei. Probleem. Groot probleem. Ik kan alleen maar tackelen met Luigi. En met Rabbit Mario moet ik hem gaan proberen te slopen. Dat gaat bijna lukken. Dus Rabbit Luigi, die moet het me afmaken. En dan komt er weer overal ijs. Oh, staat Luigi wel goed? Ja, Luigi stond net goed. Luigi kan in ieder geval nu de sterrenkracht gaan opladen. Ik zie ook nog geen portal, dus dat is helemaal top. Let's go, Luigi. Ja, lekker. Oké, maar dit is in één keer heel veel ook. Hij is nu voor 2/3 opgeladen. Oh, dit is wel een portal daar. Ik hoop dat ik nog een beetje aan de goede kant sta voor het portal. Let's go. Wat gaat er gebeuren? Wie komen eraan? Oh, ik hoop niet dat het weer die grote... Het zijn weer die grote gasten. Die zijn zo irritant. Misschien moet ik maar gewoon wegrennen van die grote gasten, want ze kunnen niet zoveel bewegen. Oké, Rabbit Mario staat nu ongedekt. Ja, die wordt waarschijnlijk getarget. Ja, en dan zeker ook nog een windvlaag. Nee, geen wind. Ja, wel een windvlaag. Ja, en dan wordt Rabbit Mario natuurlijk helemaal weggeblazen. Oké. Prioriteit 1 lijkt me denk ik healen. Hoppakee, Rabbit Pinchy. Weer allemaal vol HP hier zo. En dan gaan we heel snel proberen om die sterrenkracht op te laden. Let's go, Edge. Go forward. Naar voren. Lekker. Gaan we deze vijand hier maar proberen te verslaan. Want ik sta echt heel erg naar achteren gewoon. Ik kan niet zoveel doen. Met Edge kan ik ook niet zo ver naar voren. Dus dat is heel vervelend. Dus we gaan maar gewoon proberen om deze vijand dan uit te schakelen met z'n allen. Dat gaat in ieder geval lukken met Konki. Dan is alleen die magier daar nog over. En ja, hierachter komen denk ik wel nieuwe vijanden. Of niet? Is er geen portal? Is hier nog geen portal? Ik dacht dat hier ook al lang een portal was. Nou, in dat geval gaan we met de bazooka hierop schieten. Hoeveel power komt erbij? 78%. Helemaal niet verkeerd. Tegenstander de beurt. We hebben alleen die medium magier daar nog. Oeh, ja, oké. Die raakt nu wel Rabbit Peach. Dat komt omdat hij die max schoot met elektriciteitskracht. Bowser wordt geraakt en dan komt daar weer een windvlaag. Ik denk dat, ja, Rabbit Peach wordt daar nu door geraakt. Ja, en hier is iemand kapot. En ik denk niet dat ik diegene tot leven kan wekken. Nee, nee. Peach is klaar, jongens. Oef. Waar is hier de portal? Is er een portal? De portal is helemaal daar achterin. Dat betekent dat ik hier een beetje kan schuilen en die portal gewoon bijna helemaal op kan laden. Of misschien zelfs wel helemaal. Kom op, Rosalina. Kom op, Rabbit Rosalina. Is die opgeladen? Oeh, 98%. Dan zou het nu moeten gaan lukken als ik hier ga staan met Mario. Op het hoekie. Let's go, double zapper. Beam. Is dit genoeg? Ja, 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 ja. Dit is genoeg. Oké, Rosalina. Doe je magie. Wow, Rosalina doet 10.000 damage op Gezela. En Gezela heeft nog 5500 HP. Dat is helemaal niet zoveel. Wat gaan de vijanden doen? Deze gaat mij niet raken. Er komen wel nieuwe vijanden ook. Oké, dat is zo'n tijger. Maar die is nog heel ver weg. Wat komt er nog meer? Zo'n vijand. Oké, die gaat mij ook niet raken vanaf daar. En die gaat mij ook niet raken. Oké, Gezela raakt Rabbit Rosalina wel. We moeten gewoon weg nu. We moeten weg van deze grote gasten. Die moeten we gewoon negeren. Wie zijn er nog meer? Deze grappie. Jij bent er nog. Hoppakee, ik tackle jou 2 keer. Ik zorg ervoor dat ik niet gezien word. En dan schiet ik jou hopelijk kapot. Let's go, Rabbit Mario. Hij leeft nog. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. In dat geval loop ik gewoon naar voren met Rabbit Luigi. Hier naartoe. En dan tackelen we hem. En dan is hij wel gesloopt. Ik zet de reflectie alvast aan. Voor het geval dat inderdaad Gezela weer voor Rabbit Mario, Rabbit Luigi gaat. Oh, wacht even. Moet ik dat ding nu weer opladen? Is dat hoe ik hem moet doen? Oké. Dat kan natuurlijk ook. Moeten hem nu opnieuw opladen. Ik dacht dat ik vanaf nu dan op die baas kon gaan schieten. Maar dat blijkbaar werkt dat niet zo. Deze is wel altijd hard van Luigi. Oké, die laat hem echt flink op. En ik doe de stalen blik wel eventjes aan. Oké, beurt doorgeven. We gaan hem raken. Jij raakt wel, mensen. Verdorie, ik dacht dat jij er niet bij zou kunnen. Oké, wat gaat Gezela doen? Ja, die raakt Rabbit Luigi. Maar ja,
Ik dacht dus dat we de damage door zouden geven, maar zo werkt dat nu blijkbaar even niet. Even kijken hoor, wat gaat hier allemaal gebeuren? Waar is de portal? Is er een portal? Daarachter is een portal, dus we moeten wel een beetje ver weg blijven, denk ik. Oh, ik kan Rabbit Rosalina niet ophalen. Wat vervelend. Ik zit hier wel een beetje in een rotsituatie. Let's go, Bowser. Dan gaan we er gewoon voor. We gaan ervoor. Let's go. We gaan de sterrenkracht van Rosalina opladen. Dit is in ieder geval heel veel in één keer. Stormzwaard gaat aan, gewoon omdat het kan. Ja, met Rabbit Peach kan ik niks. Ik kan niks voor jullie betekenen, jongens. Jullie staan allemaal zo ver weg. Daar komen de Max weer. De Max van Bowser. Dat is altijd een slim plan. Lekker afleiding. En dan met de bazooka hierop schieten, zodat het weer een klein beetje oplaat. Ja, echt heel weinig. Het is echt maar 4%. Dat stelt echt niks voor. Oké, wat gaat er voor de rest gebeuren? Waar ga jij voor? Jij gaat gewoon keihard voor Edge. Jij gaat niet eens voor de Max. Ga jij wel voor de Max? Oké, jij gaat wel voor de Max. Dankjewel. En jij? Jij gaat voor het schild. En dan ook voor Edge. Kappen nou. Waar gaat Gazela voor? Voor Bowser? Ja, nu is er geen windvlaag effect. Lekker. Oké, alle vijanden staan redelijk ver weg. Dat betekent dat ik nog steeds er slim aan doe, denk ik, om gewoon op te gaan laden. Let's go, Mario. Let's go. Hoppakee, twee keer. Rosalina, jij ook. Come on, schiet het erop. Opladen die staf van Rosalina. Gebruik trouwens ook maar even wat healing voor de zekerheid. Dan moeten er niet twee kapot gaan, want dan hebben we een probleem. Dat wil ik niet. En het heldenzicht even aanzetten bij Mario. Lekker bezig, gasten. Jammer dat Peach het niet doet. Peach is kapot. Hoppakee, deze gaan we raken. Twee keer. Maar die komt er bij lange na niet bij. Hopelijk worden we niet te veel geraakt. Ik denk, ja, Mario wordt wel door. Oh, jij gaat voor Rabbit Rosalina. Die had ik niet verwacht. Ik dacht dat jij op Mario zou gaan schieten. Helemaal top dit. Lekker. Oeh, zij worden allemaal niet geraakt. Ja, Rabbit Mario begint wel een probleem te hebben hier, hoor. En Rabbit Luigi trouwens ook. Dit is niet heel chill waar zij allemaal staan. Ik denk dat Rabbit Mario ook maar even moet gaan healen. Hotseflots, let's go. Ja, en ook met Rabbit Luigi kan ik ook niet bewegen. Ik denk dat die strakjes ook gewoon kapot gaat. Ik ga een powerblok gebruiken. Die wil ik op jouw hoofd gooien, vriend. Ik wil je eigenlijk gewoon gaan verslaan. Nou, eerst maar eens kijken wat ik met Luigi kan betekenen. Oh, kan ik het ding opladen nu? Laat ik hem op gaan laden. Gewoon voor een afstandje. 25% erop. Is het klaar? Oeh, 5% moet hij nog. Kan jij het dan gaan afmaken? Is dit genoeg? Met Rabbit Luigi. Kan die hem voor de laatste 5% opladen? Nee, hè? Oh! Ik heb zo'n vermoeden dat we hier nu kapot gaan. Ik weet niet zo goed wie. Ik denk... Ja, Rabbit Luigi denk ik wel. Er komen ook allemaal nieuwe vijanden. Oh ja, Rabbit Luigi is klaar. Die is klaar. Oh, hij leeft nog. En nu nog? Er komt nog een vijand. Ja. Ja, kunnen jullie allemaal wel op die kleine... Verdorie. Ja, nu gaat hij kapot. Of nu is hij ook kapot. Oké, misschien is dit wel een hele slimme move met Edge. Maar zij zijn allemaal super sterk. Waarom zijn jullie zo sterk? Oh, jullie zijn allemaal beschermd nu, hè? Ja, dat is het. Oké, ik ga in ieder geval even lekker healen met Peach. Of zal ik dat niet doen? Ik kan ook gewoon schieten met Peach. Of ik kan ook gewoon allebei. Misschien is dat wel de beste keuze. Want ik ben heel benieuwd of het dan klaar is. We hebben nu namelijk de sterren voor de tweede keer opgeladen, jongens. Come on, Rosalina. Finish die Gazela. Come on. 10.000 eraf, toch? Of is het nu dat... Ik snap het niet. Moeten we nu wel voor de baas gaan? Ik denk dat we dit gewoon drie keer moeten doen. Meestal is dat zo in die Mario games. Dus nog één keer te gaan nu, jongens. Cool! Als het goed is, zijn ze zwak tegen slijm. Sommige van deze guys. Ja, oké, cool. Ik denk wel dat ik hier even orde op zaken moet stellen. Dat ik hun even moet slopen nu. Kijk, op deze manier maak ik er in ieder geval twee kapot. Oh, nee. Ga ik nu weer Edge voorbij blazen? Ga ik nu Edge weer wegblazen? Nee, Edge stond net goed. Oké, cool. Twee van hun zijn kapot. Er is er nog één levend. Oké, maar dit was op zich een prima beurtje, denk ik. Ik denk dat Bowser wel wordt geraakt nu. Ja, die wordt wel geraakt, maar oké. Oh nee, er komt een portal vet dichtbij ons in de buurt nu. Oké, we moeten nu eigenlijk gewoon weer full focus voor die sterren gaan, denk ik. Go Mario! Dat zijn alvast weer twee schoten. Oh, combi attack, combi attack. Ja, deze vijand is weg. Dat was heerlijk. En dan kunnen we vanaf hier weer de sterrenkracht opladen. Ja, oké. Dit was een prima beurtje. Sterrenkracht is nu voor hoeveel procent opgeladen? 34%. En weet je wat? Dan ga ik hem gewoon nog eventjes zo lekker bevriezen. Dan kan hij in ieder geval niks doen. Oké, we zijn al de hele tijd zonder Peach trouwens. We zijn nu dus ook zonder Rabbit Luigi helaas. We hebben twee teammembers verloren. En die kunnen we niet levend maken. Kijk, ik kan hem nu slopen, maar dan raak ik ook weer bevroren. Dus ik weet niet of dat slim is om te doen. Ik kan wel echt heel erg nu de sterrenkracht op gaan laden. Ik denk dat dat slimmer is om te doen. Laten we dat doen. We gaan gewoon keihard vol op die sterrending schieten. Zo, hotseflots. Dan kan ik nu gewoon lekker weg gaan lopen. En dan gaan we hem lekker verder opladen. Oh, dit is zo nice. Dit is zo'n goede beurt. Rabbit Mario en Luigi zijn hier heel goed voor. Kijk dan.
Hoppakee, 79% opgeladen. De stalen blik gaat aan voor het geval dat die ene vijand naar me toe komt lopen. Dan kunnen we die ook slopen. Hopelijk is hij als eerste aan de beurt. Dat zou heel chill zijn. Ja, kijk, kijk. En die maken we dan ook kapot. En die raakt ze Mattie ook. Hoppakee. Hele goede beurt. Bijna perfecte beurt. Oh, het was echt perfect als Rabbit Mario nu niet geraakt zou worden. Misschien gaat dit wel de beurt zijn waarin we het gewoon gaan fixen, jongens. Waar is Rabbit Peach? Daar is Rabbit Peach. Rabbit Peach, jij mag iedereen sowieso gaan beschermen. En ik denk dat het handig is als we met z'n allen een beetje aan de linkerkant hier gaan staan. Edge kan ook nog tackelen. Kan Edge nog steeds 2 keer tackelen trouwens? Dat niet, dat is jammer. Oh, Edge kan niet schieten nu. Oh, dat is wel een beetje jammer. Dat is sterker nog, dat is heel vervelend eigenlijk. Bowser kan ook niet schieten. Bowser kan wel Max roepen. Dat kan niet zomaar elke beurt, jongen. Dat is niet normaal. Nou, dan laten we deze guy ontploffen en dan is het klaar. Lekker. Oké, waar gaan we Bowser dan neerzetten? Ik denk hier. Of zullen we Bowser even een beetje terugtrekken? Ja, laten we Bowser terugtrekken. Rabbit Peach is de enige die kan schieten, helaas. Dus dat is de enige die de sterrenkracht kan opladen. Anders waren we er misschien wel geweest nu. 89%. De tegenstanders krijgen de beurt. Wat komt hier nog aan? Zo'n gek Spooky, die gaat 1 max lopen. Ja, en zo'n healer, zo'n medi-magier. Die gaat voor Bowser, maar die mist Bowser. Woe! Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Ik denk dat dit de allerlaatste beurt is. Gaat Mario het dan doen? Ik denk het wel. Mario gaat het doen. Samen met Rosalina. Wat een helden. Hoppakee, 100% opgeladen. Dit moet hem zijn, jongens. De derde keer. Ja, hoor. Gisela, is het nu wel klaar met je? Ik denk het wel. Rosalina is uiteindelijk de eindbazin van deze hele game. Die heeft Gisela weggejaagd met haar toverstaf. Maar ja, die had wel de hulp nodig van de rest van het team. We hebben het gedaan, jongens. Of niet? Je gaat me niet zeggen dat het nog steeds... Je gaat me niet zeggen dat het nog steeds niet klaar is. Toch? Oh! You shall not pass, zegt de rabbit Rosalina. Oh, en ze is vastberaden hoor. Ze wordt geholpen door alle Sparkies. Ja joh, Sparky power. Heel nice. Lekker hoor, ja, dit gaat Gisela niet overleven. Gisela, je bent kapot hè. Het is klaar, ja ja ja, je masker is gebroken. Oh my gosh. Alle helden staan paraat om voor één de laatste keer nog een keer te schieten. Oh, dit is zo cool. Pie, met z'n allen. Heel vet. En Rosalina maakt de kracht tot 1 gigantische pijl. Ja. Lekker. Go, go, go. Dit voelt gewoon als de Avengers Endgame. Dit voelde als de Avengers Endgame, maar dan met Mario. Geweldig. Heel vet. Oh, ja hoor. We zijn weer terug in Mushroom Kingdom. En Rosalina is erbij. Hey, is Rosalina nu de prinses van het kasteel of wat? Mario, jij en je vrienden hebben het sterrenstelsel gered en daarmee mij ook. Ja, maar jij hebt wel flink geholpen, Rosalina. Dank je, jullie allemaal. Bedankt, zegt Rosalina. Maar Beepo, zeg maar, we hebben de Sparks niet gered, Rosalina. We hebben het geprobeerd. We hebben zo ons best gedaan. En Rosalina zegt, lieve Beepo, het soort energie dat de Sparks tot leven brengt, kan niet worden vernietigd, alleen gewijzigd. Ja hoor, kijk, daar zijn ze gewoon. Daar zijn ze gewoon, alle Sparky rabbitjes. De Sparks zijn dankbaar dat je jezelf in gevaar hebt gebracht om mij te redden. En ik ook, zegt Rosalina. Ik ben ooit op zoek gegaan naar mijn familie, zoals jullie ook zoeken naar degene waar jullie bij horen. Jullie mogen zo lang bij mij en de Sparks blijven als jullie willen. Al is het voor altijd. En ik denk dat Rabbit Rosalina dat wel wil. Samen met haar knuffel. Ja, dat zegt ze ook. Dat wil ik echt heel graag. Ik bedoel, dat wilde ik. Maar nu heb ik opeens zelf al een familie. Nou, ze zijn raar en ik word soms gek van ze, maar ik hou van ze. Nou, wat lief. En Rosalina vraagt aan Edge hoe het met Edge zit. Wow. Wat wil Edge? En Edge zegt nu Gisela weg is, denk ik dat ik mijn oude maatjes opzoek. En Edge zegt nu Gisela weg is, denk ik dat mijn oude maatjes op zoek zullen gaan naar nieuw werk. Ik blijf maar eens een tijdje bij die groentjes. Misschien kan ik ze helpen om niet meteen het loodje te leggen. Rosalina zegt, vaarwel Mario, je vriendelijkheid, moed en trouw zijn het cement van vele vriendschappen en ook die van ons. Ja, wat gaat er eigenlijk met Bowser gebeuren? Rosalina die vraagt, ben je niet blij dat je hebt geleerd dat je met samenwerken elk probleem kunt oplossen? Nou Bowser, wat is daarop uw antwoord? Is die boos? Is die... Oh. Mario denkt, nee Rabbids, maak ze niet boos. Maak Bowser niet boos. Het is gebeurd jongens. We hebben Mario plus Rabbit Sparks of Hope helemaal uitgespeeld op dit YouTube kanaal. En op dit YouTube kanaal vind je heel veel leuke Nintendo games die we uitspelen. Dus vind je dat vet?
duimpjes omhoog en zeker abonneren en het belletje aanzetten. Want dan mis je geen enkele video van geen enkele serie. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!